Voor ons en DVS-TV Largo Karrenbelt. Zeg ik dat goed? Ja, Largo. Maar Largo hoor ik vanaf kleins ja, ook al heel veel. Ja, Largo, Largo. Ja. Dus ik reageer overal. Ja, Largo vind ik trouwens ook stoerder klinken dan ja, Largo. Ja. Largo, ja. Largo, dat betekent iets van groot, lang. Ja, groot, lang. Ja, ja toch? Breed. Ja. Large. Ja. Ja, en het Spaans volgens mij. Spaans is het lang. Oh, Largo. Ja, ja oké. Okay. Hey, hartstikke goed. Waar ben je begonnen? Ik ben begonnen bij WSV, Apeldoorn. Ja? En daar heb ik eigenlijk vanaf de jeugd altijd al gezeten. Vanaf kleins af aan, voetballetje, rechtsbuiten. Ja. Toen ik op een gegeven moment erachter kwam dat keeper toch wat meer voor mij was. En toen ben ik op boog gestaan. Dat is tweedejaars D. Mooi, ja. En je komt ook echt uit een voetbalfamilie, hè? Ja, zeker, zeker. Paps natuurlijk ook. Ja, echte dus, WSV'er ook, of niet? Ja, die heeft vorig jaar nog bij WSV gezeten. Was mijn trainer toevallig. Ja. En die heeft bij heel veel clubs gezeten ondertussen. Ja. Ja. Die zijn ook heel vaak hier gespeeld. Ja, 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 zeker. Hij heeft zelf ook in het eerste van WSV gespeeld, denk ik. Ook, of niet? Hij heeft volgens mij een van de meeste wedstrijden in het eerste bij WSV. Ja? Dus die ga ik niet meer inhalen. Nee. Oké. Okay. Nou, uiteindelijk nu een gerespecteerde trainer. All over de Veluwe natuurlijk. Hè? SSC Putten onder andere. Dat herinner ik me nog wel. Fanatiek manneke. He? Ja, hij is fanatiek, maar wel op een goede manier. Ja, op een goede manier. Ik heb het vorig jaar zelf mogen ervaren hoe hij als trainer is en ja. Me positief verrast. Ja, maar leuk. Hey, heb jij al in het eerste bij WSV gekiept? Zeker. Ik heb vorig jaar heb ik het hele seizoen gespeeld. Mooi. En daarvoor ben je om 23 veel gespeeld. Dus af en toe, als de andere keeper geblesseerd was, heb ik 5 wedstrijdjes gespeeld. Ja, ook, ja. Dus je hebt wel de nodige ervaring, ook op redelijk niveau? Ondertussen wel, eerste klas. Ja, eerste klas was het toch? Hè? Ja, ja. Zijn wel en nu dan te midden van 4 keepers. Ja, 4 keepers. Dat is wel bijzonder, of niet? Het is wennen, maar het heeft ook wel voordelen. Ja, zeker. En leer je, heb je al veel geleerd zo in ja, wat een ik in deze dikke 5 weken dat we nu bezig zijn heb geleerd is ja. Vergeleken met wat ik vorig jaar heb geleerd, is niet normaal. Ja. Het gaat heel snel en het is ook wel lekker. Met name in de opbouw en de uittrap en zo. Je hebt de uittrappen van Daan Huiskamp zelf natuurlijk ook al met bewondering naar zitten kijken, of niet? Ja, wat dat betreft, Daan is wel perfect. Want de trap, het voetbal, ja, kan me nog beter en Daan is daarvoor wel perfect. Hij kon ook wel eens lekker blunderen, hoor. Ja, doet elke keeper. Maar ja, dat vertelt hij dan niet, hè? Na de laatste wedstrijd, dat we kampioen zouden kunnen worden hier tegen Harkemaarse Boys. Toen had hij ook een heerlijke blunder. Kan er best overkomen. En toen werd het een week daarna bij Urk. Toen werden we toch kampioen. Gingen we naar de topklasse. Een tijd geleden. Ja, was ongelooflijk. Ja, was ongelooflijk, hoor. Hey, maar je intenties, wat zijn die? Ja, voor dit seizoen wil ik gewoon heel veel leren van Daan, maar ook van Rick en Jan. Ja. En volgend jaar wil ik eigenlijk ervoor gaan. Ja. Natuurlijk dit jaar, de wedstrijden die ik speel, is lekker meegenomen. Maar ja. Volgend jaar de focus ik echt Klinkt op. Heel reëel. Ja. Toch? Ja. Ja, zeker. Als goed is wel. Nou, wensen we je in ieder geval heel erg veel succes mee. Dat komt alvast goed. Ja. Dat komt vast. Oké. Hartstikke goed. Dank je. Bedankt.